Begonnen als meesterknecht bij Scheepswerf Lansen aan de kerkbuurt, Willem van Eyck. Geboren op 27 juni 1843 in Pijnakker, Zuid-Holland. Hij is het die in 1894 voor zichzelf start als scheepsbouwer. Daarvoor neemt van Eyck de werf, weliswaar klein in formaat, over van de familie Nieuwendorp. Talloze houten vaartuigen, geheel vervaardigd van eikenhout, worden door hen in de loop der jaren aan diverse opdrachtgevers geleverd. Van roeiboten, reiswerkersaken die in de grienden werden gebruikt en bij onderhoudswerkzaamheden in de rivier, tot zogeheten ankeraken voor de baggerindustrie, ook wel bekend als baggermolens in zuigers. Grote houten vaartuigen werden gerepareerd op een kleine houten sleephelling. Willem van Eyck had 2 zonen en 3 dochters. De oudste zoon, Jan Hermanus van Eyck, geboren op 3 maart 1882 in Sliedrecht, treedt in de voetsporen van zijn vader. Jan Hermanus is nog geen 20 als hij de kneepjes van het vak op de familiewerf leert. En dat gaat de tweetal goed af. Zowel vader als zoon staan al spoedig in de houten scheepsbouw bekend als zeer bekwame vaklieden. In september 1919 komt de grondlegger van het bedrijf Willem van Eyck te overlijden. Hij wordt 76 jaar. Jan Hermanus zwaait vanaf dat moment de scepter op de Sliedrechtse werf. Ook zijn 3 zonen, Willem, Jan Marinus en Arie, voelen wel wat voor de scheepsbouw. In de jaren 20 gaan ze hun vader assisteren. Ook zij maken het vak van houten botenbouw nog mee. Maar er is een verandering op komst. Meer en meer wordt overgegaan naar reparatie en zogeheten kleine nieuwe staalbouw. Hout maakt langzaamaan plaats voor staal. De houtbouw biedt zelfs op den duur nauwelijks nog perspectief. Het zijn net de jaren dat het minder gaat met de economie. Voor veel bedrijven is het een kwestie van overleven, ook voor de scheepsbouw. Toch weet Scheepswerf van Eyck het hoofd boven water te houden gedurende de jaren 30, de crisisjaren. Het was een moeizame tijd. Een periode van hard werken voor weinig geld. Buiten de eigen inbreng bestond het personeelsbestand toen uit enkele medewerkers die zowel in hout als staalbouw bekwaam waren. 2 jaar later, in 1947, kreeg het bedrijf de kans om een stuk grond aan te kopen van buurman Van Beest. De tot dan toe kleine werf wordt met de aankoop van het aangrenzende perceel, compleet met een loods van 350 vierkante meter, een stuk groter. De familie van Eyck ervaart dit als een grote vooruitgang. Het bedrijf zit in een opgaande lijn. In die jaren wordt de bedrijfsnaam gewijzigd in firma J.H. van Eyck en Zonen. De jaren 50 worden ervaren als lucratieve jaren. Werk was er in overvloed en de bedrijfsresultaten waren ernaar. Er wordt flink winst gemaakt. Tot de grote opdrachtgevers behoren onder andere het ministerie van Defensie, afdeling Genie- en Vaartuigendienst en de Koninklijke Parketdienstmaatschappij, maar ook baggermaatschappijen en scheepsmakelaarskantoren. Op 22 november 1959 overlijdt vader van Eyck op 77-jarige leeftijd. De 3 zoons gaan samen verder. De scheepswerf draait op volle toeren, de zaken gaan goed en de toekomst ziet er goed uit. Midden jaren 50 komt de directie van Scheepswerf van Eyck in contact met het bureau van de dienst gemeentewerken Rotterdam. Het wordt een van de belangrijkste klanten. Zeer veel nieuwbouwopdrachten van diverse makelij en afmeting worden naar tevredenheid uitgevoerd. Ook vinden tal van reparaties aan uiteenlopend drijvend materieel plaats. Tot grote tevredenheid van de dienstgemeentewerker Rotterdam.
De jaren 60 mogen als florissant omschreven worden. Belangrijke jaren in deze decennia waren 1964-1965. In die jaren wordt de oude loods van kort na de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Een nieuwe overdekte hal van bijna 9500 kubieke meter wordt gebouwd. De loods is 56 meter lang en 13 meter breed. Met enig ceremonieel wordt deze hal na verluid de eerste in Sliedrecht in het voorjaar van 1965 in gebruik genomen. De nieuwe hal biedt meer mogelijkheden. Vaartuigen van allerhande makelij en constructie worden in deze hal in elkaar gezet. Ook is directie en personeel van Scheepswerf van Eijk minder afhankelijk van goede weersomstandigheden. Het is een grote zorg minder en uiteindelijk levert de loods veel voordeel op. Door de aanwezigheid van een wagenhelling in de hal werden tal van reparaties en omvangrijke verbouwingen uitgevoerd. Het personeelsbestand groeit. Het was inmiddels uitgebreid tot zo'n 15 tot 20 mensen. Ondertussen trad de vierde generatie van Eijk aan op de werf. Drie broers leverden alle een zoon die de gelederen kwamen versterken. In 1972 werd de naamgeving van het bedrijf nogmaals veranderd. Het werd J.H. van Eijk en Zonen BV. Na lang onderhandelen bereikte het bedrijf in 1975 overeenstemming met een andere buurman. Zo'n 2200 vierkante meter grond werd aangekocht, grenzend aan de oostzijde van de werf. De Van Eijks waren in hun nopjes met deze prachtige uitbreiding. Op 2 december van het jaar 1975 kwam Jan Marinus van Eijk te overlijden. Hij was de middelste van de drie broers. De scheepswerf was nog lang niet uitgegroeid. De schepen werden groter en het vroeg om meer capaciteit. Gezien de krappe afmetingen van de bouwhal werd in 1977 besloten deze te verlengen met 35 meter, inclusief een uitbouw aan de noordwestzijde. Het aangekochte terrein bood daarvoor ook mogelijkheden en dat leverde uiteindelijk opdrachten op voor enkele grote binnenvaartschepen. In 1977-1978 werd de kleine bestaande wagenhelling veranderd in een nieuwe, langere en bredere helling. Geschikt voor het droogzetten en repareren van veel zwaardere en grotere schepen. Ook dit was een aanzienlijke verbetering en leverde meer werk op. In de loop van de 70e jaren zijn in de bouwhal een tiental zogenaamde splijtbakken voor de baggerindustrie gebouwd in opdracht van verschillende opdrachtgevers. Generatie op generatie van Eijk. De familie van Eijk drukte een stempel op de scheepsbouwgeschiedenis en tegelijkertijd de werkgelegenheid in Sliedrecht.